En een compacte cluster meldt zich nu halverwege de laatste bocht. En zijn allemaal op jacht naar Crème de la Crème. Maar die geeft vooralsnog geeft hij geen krimp. En Giel Wildhagen brengt hem de laatste rechte lijn in. Met een volle lengte voorsprong op de concurrentie. Zo zijn we op dit moment dan zo'n 350 meter van huis. Met aan de binnenkant nog altijd die Crème de la Crème. Maar daar komt aan de buitenzijde nu de aanval van Classic Dream. Helemaal aan de buitenzijde Cocktail Olderson. En die heeft de overhand. Cocktail Olderson is de winnaar. Classic Dream tweede. En daarachter dan nog Billy Norton met verderweg Axel Cartouche. En de lange leider Crème de la Crème daarachter. Maar hier is inmiddels Cocktail Olderson. Het paard was al bijzonder goed in Hilversum. Werd daar tweede. En hier komt hij als een duveltje uit een doosje. Uiteindelijk toch nog keurig naar voren. Kijk, Harry van der Bos heeft deze prachtige sierdeken gesponsord. En dan loop ik nog even naar Dennis Minima. Want Dennis, het ging heel goed met deze Cocktail. Je kwam wel een beetje, je kwam aan de buitenkant goed opzetten. Hij liep eerder ook al heel goed in Hilversum. Hoe is het hier? Ja, ik had op Hilversum beter aan de buitenkant kunnen blijven zitten. Hadden die koers ook misschien gewonnen. Maar de Mary heeft vorige keer heel goed overleefd, gelukkig de koers. Had eigenlijk niks gedaan. En nou, ja, ze maakte fantastisch af. Het karakter is zo ongelooflijk goed en hij vecht tot op de finish. En jullie paarden doen het vandaag goed. Wat kunnen de mensen zo meteen nog verwachten? Nou, hopelijk nog 3 winnaars. Kijk, dan moet hij dus zo meteen de stal van Bas Krebas goed in de gaten houden. Dan wordt er nog een mooie extra foto gemaakt van deze Cocktail Olderson. Dat is een 7-jarige dochter van Echo uit Royal Olderson. Uiteraard gefokt door mevrouw Dracht Peenstra. In ons eigendom van meneer Denneman. Getraind door Bas Krebas. En dus vandaag gereden door Dennis Minima. En dan gaat nu Dennis weer voorrijden. En hij wint hier dus de Gerard Reven in de Friese Taalprijs. Dennis Minima. Maken de volte. Standby. En de start is gevallen. Paarden zijn gestart. We zien dat Angie met op huppeltjes maakt naar de start. En het is aan de kop Crème de la Crème. Die neemt een lengtevoorsprong op Classic Dream. Gezamenlijk gaan ze met 5-6 lengtevoorsprong de eerste bocht in. Met verderweg in het veld daarachter dan Cocktail Olderson. En die wordt op een lengte gevolgd door de rode kleuren van Axel Cartouche. Zo komen de deelnemers de rechte lijn voor de tribune in. En dan zien we wat verder weg Dylan Meadow. Nog verder weg Bimbo de Folie dan Billy Norton. En de paarden zijn voor de eerste maal in de rechte lijn voor de tribune. Grote achterstand is opgelopen door Angie Meadow wegens een startfout. De paarden komen langs de dijk en gaan zo dadelijk de volgende ronde in. Met aankop Crème de la Crème. Een lengtevoorsprong op Classic Dream. En in derde positie volgend is het nummer 5 Cocktail Olderson. Vierde is Axel Cartouche. En vijfde bijna aangesloten. Volgt Dylan Meadow. Het gat wordt bijna dichtgereden, want Bimbo de Folie die komt ook wat dichterbij. Met daarachter dan Billy Norton. En op jachtaansluiting is er altijd Angie Meadow. Zo is de bocht gerond en zijn de paarden aan de overzijde van de baan. Waarbij Giel Wildhagen nog altijd met Crème de la Crème het veld aanvoert. En op de tweede plaats Classic Dream. Derde op dit ogenblik Cocktail Olderson. Eigenlijk nog altijd voor Axel Cartouche. En daarachter nu een galoppade voor Dylan Meadow. Die liep op de rug van zijn voorganger. En dat ging niet helemaal zoals het zou moeten gaan als de deelnemers de bocht ingaan op weg naar de rechte lijn. Herhaling uitgeschakeld nummer 4. Galop nummer 4. Dylan Meadow is uitgeschakeld en de paarden komen op weg naar de rechte lijn voor de tribune. En Crème de la Crème voert het veld nog altijd aan met op de tweede plaats erachter Classic Dream. In derde positie zit nog altijd Cocktail Olderson. Dat zijn de 3 best geplaatste paarden. Waarbij Cocktail Olderson nu naar buiten wordt genomen ten einde enige progressie te boeken. Als ze nu de laatste ronde aansturen met verderweg in het veld Axel Cartouche en Billy Norton en Bimbo de Folie. Dat zijn op dit ogenblik de paarden die de dienst uitmaken. Bij het ingaan van de rechterbocht op weg naar de overkant van de baan voor de laatste maal. Nog altijd Crème de la Crème die iedere meter van de koers heeft gezet. Op de tweede plaats daarachter aan de binnenkant Classic Dream en aan de buitenzijde Cocktail Olderson. Cocktail Olderson schuift door, ligt nu op de tweede plaats. Vierde is
Axel Cartouche. Vijfde Billy Norton, die krijgt een aanmoediging van de rijder. En daarachter volgt Bimbo de Folie en de paarden zijn zo dadelijk Eindhovenzijde naderen de laatste bocht. Met nog altijd Crème de la Crème die leidt. Crème de la Crème met aan de buitenzijde Cocktail Olderson, aan de binnenzijde Classic Dream. Billy Norton en Axel de Cartouche die geven acte de présence. En een compacte cluster meldt zich nu halverwege de laatste bocht. En zijn allemaal op jacht naar Crème de la Crème. Maar die geeft vooralsnog geeft hij geen krimp. En Giel Wildhagen brengt hem de laatste rechte lijn in. Met een volle lengte voorsprong op de concurrentie. Zo zijn we op dit moment dan zo'n 350 meter van huis. Met aan de binnenkant nog altijd die Crème de la Crème. Maar daar komt aan de buitenzijde nu de aanval van Classic Dream. Helemaal aan de buitenzijde Cocktail Olderson. En die heeft de overhand. Cocktail Olderson is de winnaar. Classic Dream tweede. En daarachter dan nog Billy Norton. Met verderweg Axel Cartouche. En de lange leider Crème de la Crème daarachter.